keer ga ik haken. De verlegen kerstkabouters. Zijn ze niet super schattig? Die ga ik maken. Het is een patroon van Hobby. Hier staat de linker naartoe, maar dit is op papier en zo, dus dat kun je niet aanklikken. Dus die link zet ik hieronder in de beschrijving. Daar vind je niet alleen het patroon, maar ook nog het garen en alle benodigdheden die je dan nodig hebt. Dus dat patroon kun je daar downloaden en je kunt gelijk het pakket ervoor bestellen bij hun. Hartstikke handig. Ik heb het pakket al in huis, hè? Nog een keertje laten zien hoor. Zo leuk, zo leuk. Maar ik heb dus het pakket al in huis en ik heb alles ervoor binnen. Kijk, het is een grote zak vulling. Heel groot. Nou, die heb je echt niet helemaal nodig voor twee van die verlegen kerstkabouters. Maar altijd handig om te hebben. Een grote zak met vulling. Leg ik opzij. Dan heb ik voor op de bodem van de kabouters, zodat ze goed blijven staan, kunststofkorrels. Zie je dat? In zo'n zipbag zit dat, zo wordt het geleverd. Kunststofkorrels zijn echt, je hoort het, heel zwaar. En daarmee blijven ze dan heel goed staan. Die gaat daarin. En dan heb ik garen. 5 bollen. Van Hobby de Rainbow 8-4. Kun je het zien? Die heb ik. En dan heb ik donkergrijs, lichtgrijs en rood. Voor de kabouters. Huidkleurig heb ik voor de neusjes. En ik heb de Go Hand Made Twist. Die heb ik voor de snorretjes. Want als ik die er nog het plaatje er even bij pak. Kijk. De kabouters zijn met rood en donkergrijs. En lichtgrijs en donkergrijs. Die twist, deze, die wordt hier voor de snorretjes gebruikt. Die kun je uitborstelen en dan krijg je echt dat pluizige spul. En dan deze huidkleurig, het is cremig. Die gebruik je dan voor de neusjes. Nou, dan ga ik 1 kabouter vasthaken. Om te kijken hoe het patroon gaat. En dan haken we de 2e samen. Dus ik ga alvast lekker aan de haak. En in het volgende shot. Klinkt wel heel technisch, hè? Oh, is niks voor mij. Maar als ik weer terugkom, dan ga ik dus met jullie de 2e kabouter haken. Want dan weet ik, klopt het patroon of wil ik toch iets anders doen en dergelijke. Maar ik vind deze alvast super, super, super gaaf. Print hem uit of download hem alleen. En dan kun je via je tablet, telefoon, iPhone, iPad, weet ik veel waar jij mee zit te kijken. Je laptop, je pc, kan allemaal. Gewoon online kun je hem dan kijken. Dat kan ook. Van Hobby. De verlegen kerstkabouters. Die gaan we maken. Dus tot, voor mij tot later. En voor jou tot strakjes, denk ik. Nou, daar is hij dan. De eerste kabouter. Ik vind hem ongelooflijk leuk. Echt een super schattige verlegen kerstkabouter. Het patroon was echt heel makkelijk te volgen. Het enige wat ik lastig vond aan het patroon was het begin van de muts, omdat dat maar een paar steekjes zijn. En dat is dan voor mij lastig haken. Maar dit is hoe je het poppetje haakt. Je haakt eerst het lijfje, dan de snorren eraan, het neusje haken, die naai je eraan. En dan maak je de muts en die plaats je erop. En klaar is klaar. Echt super makkelijk. Zo. Nou heb ik naar het patroon gekeken en er staat dat je voor het lijfje 15 gram garen nodig hebt van de Hobby Rainbow. En het lijfje die haak je met donkergrijs volgens het patroon.
En er staat 15 gram. En dat klopt. Ik heb inderdaad 15 gram van dat donkergrijs voor het lijfje gebruikt. Voor het mutsje staat ook 15 gram. Maar daar heb ik 10 gram voor gebruikt. Dus dat was minder. Dus als je dan kijkt dat er 50 gram op zo'n bolletje zit, kun je dus makkelijk 3 lijfjes uit 1 bolletje halen. En als je dan een bolletje met een contrastkleur hebt, kun je daar makkelijk 3 mutsen uit halen. Dus 1 bolletje voor de kleur van het lijf, 1 bolletje voor de kleur van het mutsje en dan heb je nog een restje huidkleur nodig. Dat is een restje, dat is echt niks. Dat zijn maar een paar ronden die neus, daar heb je niks voor nodig. Ja, niks, je hebt wel wat nodig natuurlijk. En dan nog iets voor de snor. Met die twist, zo heet het geloof ik. Nou, kan ik zo even nakijken. Hoe heet het? Twist. 2,4 meter. Voor 2 snorren. En dat klopt, want je hebt per snor 6 draden van 20 centimeter nodig. Dus die 2,40 meter klopt. Nou, en dan een beetje voor het neusje. Maar dan weet je ongeveer wat je echt nodig hebt. Maar volgens het patroon maak je dus eentje donkergrijs met een lichtgrijze muts en eentje donkergrijs met een rode muts. En die gaan we nu haken. Nou, ik heb ingezoomd, want ik ga haken met haaknaald 2,5 mm zoals op het patroon staat. En ik hoop dat ik goed kan laten zien wat ik doe en anders door het vertellen dat je het kunt volgen. Je begint met een magische ring. Ik heb daar een tutorial voor, maar doe maar gewoon mee. Staart je aan de voorkant, om 2 vingers bovenlangs en onderlangs naar voren weer. Ik kruis hem altijd hier aan de zijkant. Ik ga nog een keer achter die lus die al op mijn vingers zit langs en dan hou ik hem hier even vast. Zo. Met het haakje naar beneden ga ik onder de voorste lus door en ik trek die achterste erdoor en die draai ik dan zo op mijn haaknaald. Dan sla ik die draad die tussen mijn pink en mijn ringvinger in zit even om. Ik haal mijn vingers uit de lus en ik trek die door. En een beetje aantrekken zo en dan heb je de magische ring. Ik ben een steekmarkeerder vergeten. Oh, die heb je echt nodig hoor. Steekmarkeerder. Ik ga hem even pakken. Nee, daar is hij. Steekmarkeerder. Je gaat beginnen met 6 vaste in de ring. En je haakt alleen maar vaste eigenlijk. 6 vaste. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Dan hou je je steken hou je vast en je trekt heel voorzichtig aan je draadje. Je staartje. Zo, en dan wordt het kringetje wordt steeds kleiner. Wel je haaknaald erin houden van. Zo. En je trekt hem strak aan, dat hij gesloten is. Zo. Dan zoek je je eerste vaste. 1, 2, 3, 4, 5. Dit is mijn eerste. Daar steek ik onder 2 lussen door. En ik ga niet sluiten, maar ik ga in doorlopende ronde haken. Zo, en ik leg mijn staartje ook op mijn haaknaald. Dan haak ik over dat staartje heen, dan hoef ik die niet weg te naaien. Trek een lus op. En ik maak een vaste. Dat is de eerste van de volgende ronde. En in die vaste, daar zet ik een steekmarkeerder in. Dan weet ik dat daar de ronde begint.
Zo, die zit erin. En nu kun je die hele mooie van Wendy Rademaker gebruiken. Dat is echt een hele goede optie. Alleen voor mij niet. Want ik zie heel slecht, hè? Dat weet je. En ik vind het heel lastig om die dan precies op de goede plek te steken, open en dicht te maken. Dus ik heb liever deze daarvoor. Maar die van Wendy, die zijn ook echt hartstikke goed. Nu gaan we in iedere steek 2 vaste haken. En de eerste, die hebben we al gedaan. Dus daar komt er nog 1 bij. En ik haak nog steeds over mijn staartje heen. Dit is de tweede. In de volgende steek komt de derde. En ik weet, het is een donkere kleur. Maar als je goed luistert naar wat ik vertel en je hebt het patroon erbij, dan moet het gewoon gaan lukken. Dit is steek nummer 3 in de volgende steek. En nummer 4 komt daar ook in. In dezelfde steek, je vierde vaste. In de volgende steek komen er ook weer 2. Dat is nummer 5. En nummer 6 komt daar ook in. In de volgende steek nummer 7 en 8. En nu in het begin haken we de rondjes samen, maar straks vertel ik alleen de herhaling. En dan kun je zelf de rondjes haken. Dit was 7 en 8. En de volgende 9 en 10. En in de laatste, voor je steekmarkeerde, daar komen 11 en 12. Het is 11 en 12. En dan ben je bij je steekmarkeerder en dat was de eerste steek van deze ronde. Dus je hebt nu een piepklein cirkeltje met 12 vaste. Naar de volgende ronde. Ronde nummer 3. Ik haal mijn steekmarkeerder er even uit. Zo. In de volgende steek, de eerste van ronde nummer 3, haak je 1 vaste. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. Zo. In de volgende steek haak ik 2 vaste. En 2. En dat is de herhaling voor deze ronde. De volgende steek krijgt 1 vaste. En de steek erna krijgt er 2. En 2. Nou, dit doe je de hele ronde. De volgende steek 1 vaste. En die erna 2. Dat is ronde nummer 3. 1. En 2. Doe dit rond en dan eindig je in de steek voor je steekmarkeerder met 2 steken en dan heb je 18 vaste. Naar de volgende ronde, ronde nummer 4. Steekmarkeerder er even uit. Nu haken we 2 vaste achter elkaar en dan 2 in 1 steek. Dus de eerstvolgende steek krijgt er 1. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug.
Dan de volgende steek krijgt er ook 1. En de volgende krijgt er 2. 1. En 2. Dus 2 vaste achter elkaar. 1 en de volgende ook 1. En dan weer 2 vaste in 1 steek. 1. En 2. En dan eindig je weer met 2 vaste in je laatste steek voor je steekmarkeerder. En dan heb je 24 vasten. Ik heb mijn steekmarkeerder er vast uitgehaald. En nu ga ik aan ronde 5 beginnen. 1 vaste in de volgende 3 steken. Dus dit is de eerste. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. 2. Dan in de volgende nummer 2. En dan in de volgende nummer 3. En dan 2 in 1 steek. 1. En 2. Dus 3 achter elkaar. 1. Even goed kijken hoor. 2. Drie. En dan 2 in de volgende. Zorg dat je behoorlijk strak haakt. Bij dat amigurumi haken moet je strak haken, anders komt de vulling erdoor. Dus mooie aangesloten steken. 3 achter elkaar, 2 in 1 steek. 3 achter elkaar, 2 in 1 steek. Totdat je weer bij je steekmarkeerder bent en dan heb je 30 vasten. Eindigt je ronde dus telkens met 2 steken in de laatste steek. Als dat zo niet uitkomt, heb je waarschijnlijk in je ronde een fout gemaakt. Tel je steken iedere ronde, echt waar. Ik heb deze ronde nu 2 keer opnieuw gedaan, gewoon omdat ik verkeerd had gekeken. Ik stak verkeerd in de verkeerde steek en ja, dan komt het niet uit. En dat is wel belangrijk, dus let daar goed op. We gaan nu naar ronde 6. Daar staat haak 1 vaste in de volgende 4 steken, 2 vaste in de volgende steek. Herhaal van aanhalingsteken tot aanhalingsteken de hele toer en dan heb je 36 vasten. Nou, dat is dus zinvol. We gaan gewoon 4 vaste in de volgende 4 steken haken. Dus eerst de steekmarkeerder uit de eerste. Ronde nummer 6. 1 vaste in de volgende steek. Steekmarkeerder erin terug. Dat is de eerste van de nieuwe ronde. Zo. En dan nog 3 achter elkaar erbij. Dit was de eerste. Dit wordt nummer 2. De volgende is nummer 3. Dan komt nummer 4. En dan in de volgende steek 2 in 1 steek. 1. En 2. Dus 4 steken achter elkaar. En dan 2 in de volgende steek. Dat is je meerdering. En dan kom je uit op 36 vasten. Doe dit dus helemaal rond. En in je laatste steek eindig je met 2 vaste, het einde van de herhaling. Heb je dan geen 36 vaste, doe even opnieuw. Sorry. Ja.
Echt, het moet kloppen. Nou, dan gaan we weer. Ronde 7 nu. Ik haal mijn steekmarkeer er even uit. Zo. Ronde 7. 1 vaste in de volgende 5 steken. Dus dit is de eerste en daar zet ik de steekmarkeer erin terug. Zo, 1. Twee, drie, vier, vijf en dan 2 in 1 steek. 1 en 2. Dus 5 vaste achter elkaar en dan 2 in 1 steek. Doe dat helemaal rond weer. En dan eindig je met 42 vaste. Nou, ronde 8. Haak 6 steken in de volgende vasten. Ja, er staat... Haak 1 vaste in de volgende 6 steken. Nou, oké, zo mag het ook. In de eerste zet ik mijn steekmarkeerder weer terug. En dat is 1. 2. 3, 4, 5, even kijken, ja, 6. 6 steken, volgende 6 steken. Dit is 6. En dan 2 in 1 steek. Dus de volgende krijgt er 2. 1. En 2. Dus 6 achter elkaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan 2 in 1 steek. Doe dat weer helemaal rond. En dan eindig je met 48 vaste. Nou, ronde 9. 1 vaste in de volgende 7 steken. Dus dit is de eerste. Steekmarkeerder erin terug. Zo, 1. 2. 3. 4. 5. 6, 6 was dat, dan komt hier 7 en dan 2 achter elkaar, of 2 bij elkaar, zo moet ik het zeggen, 2 in dezelfde steek. Dus 7 steken achter elkaar, 7 vaste en dan 2 in 1 steek. Dat doe je dan weer helemaal rond. Je eindigt weer met een meerdering, hè? Zoals steeds. En dan heb je 54 vasten. En dit is de laatste meerderronde. Nou, ik heb mijn steekmarkeerder er vast uitgehaald. We hebben nu 54 vasten. Dan gaan we aan ronde 10 beginnen. En ronde 10 haken we vasten zonder te meerderen. Dus gewoon 1 steek in 1 steek, maar dan in de achterste lus. Als je bovenop kijkt, zie je allemaal V'tjes, hè? Een voorste lus van een V'tje en een achterste lus van een V'tje. In die achterste lus, daar gaan we de vaste haken. Dus
in de achterste lus insteken. Lus ophalen en je vast te maken. En in die eerste zet ik weer mijn steekmarkeerder terug. Zo. En nu iedere steek in de achterste lus. En zorg dat je weer 54 vasten hebt op het eind. Zo. Dan ontstaat hier een klein riggeltje. Dus alleen maar in de achterste lus insteken en niet meer meerdere. Eén vaste in één steek tot de steek met je steekmarkeerder. En dan zie ik je daar terug. Nou, ik ben weer rond bij mijn steekmarkeerder. Ronde nummer 10 is dit. En nu staat er in het patroon sluit met een halve vaste. Maar dat ga ik niet doen. Dan moet je ook weer aanhechten en zo. En ik vind het gewoon, waarom zou je? Haak gewoon lekker door. We gaan nu 8 ronden haken, zonder te meerderen. En gewoon in de vaste insteken, zoals normaal. Dus onder 2 lussen door. En in die eerste, daar zet ik mijn steekmarkeerder weer in terug. Zo. En nu ga ik rondes haken. 8 ronden met 1 vaste in 1 steek. Ik blijf 54 vaste houden, omdat je niet mindert of meerdert. En je zult zien dat er een soort bakje gaat ontstaan. Het kokertje, het lijfje. Hartstikke leuk. Echt waar. Dit garen, hè, is voor de eerste keer dat ik met de rainbow 8-4, kijk, hier heb je de rainbow 8-4, 100% katoen. Het is de eerste keer dat ik hiermee haak en ik vind het fantastisch garen. Echt super gaaf. Ik heb in de bol tot nu toe heb ik nog geen knoopje gehad. Het glijdt makkelijk over je haaknaald en het splijt eigenlijk, nou ja, je moet je best doen om het te laten splijten, laat ik het zo zeggen. Ik vind het wel heel erg moeilijk om het voor de camera te doen, want dan kan ik het niet recht onder mijn neus houden. Omdat het zo klein is, hè? Als met haaknaald 2,5 is echt ja, het kleinste, denk ik, wat mij nog lukt zo. Misschien dat 2 ook nog zou gaan, maar dan moet ik er echt met mijn neus op zitten. En dat zal ik dus echt never nooit voor de camera gaan doen. Want ja, dat wordt echt, hoe noem je dat? Vonnesadisme, vonnepesten. Dus dat doen we niet, hè. Ik doe dit omdat ik het ontzettend leuk vind en heel erg graag met jullie wil delen. Ook dit patroon. In overleg met Hobby heb ik dit patroon mogen filmen, of mag ik dit patroon filmen. Het is echt super gaaf, gewoon omdat er nog heel veel mensen zijn die geen patroon kunnen lezen. En nu heb je dan dus de ideale combinatie. Je kunt het patroon uitprinten en dan met het patroon erbij. Samen met mij, als ik vertel in de tutorial, kun je dus meehaken. En op die manier leer je dus patroon lezen ook. Ik heb al een andere tutorial met hoe je geschreven patroon kunt leren lezen. En dit is de tweede. Dit is weer een heel andere. En met heel andere garen, echt. Dit is verwennerij. Maar goed, ik ben al bijna weer klaar met de eerste ronde. Ronde nummer 11. En ik ga ze afstrepen welke ronde ik gedaan heb. En als ik dan ronde 18 klaar heb, dan kom ik bij je terug en dan gaan we samen haken. Dan gaan we minderen. Dus haak je ronde. Hij gaat zo omhoog staan. Zo, en hier heb je dan het randje zo. Dit gaat hij doen. Dan zie ik je aan het eind van ronde 18 terug met nog steeds 54 vasten.
Nou, ronde 18 is gedaan. De laatste ronde zonder meerder of minderingen. En je hebt een mooi bakje gekregen zo. Gaan we ronde 19 doen. En daarin staat dat je 7 vaste op een rijtje moet doen. En dan 2 samen haken. Dus de eerste heb ik nu weer gedaan. Daar zet ik mijn steekmarkeer erin terug. Dat is 1. Twee, drie, vier, vijf, zes, zeven. En nu 2 steken samenhalen. Dus in de volgende haal je een lus op. En dat doe je ook in de steek erna. Een lus ophalen. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald en daar ga je dan in 1 keer doorheen. Dat is samen haken. Dus nog 1 keer. 7 vaste op een rijtje. 1, 2, 3, 4. 5, 6 en 7 en dan weer 2 samen haken. Dus de volgende steek een lus ophalen, de steek erna een lus ophalen, omslaan en door alle 3. Dit herhaal je de hele ronde en dan op het eind heb je 48 steken over. De ronde eindig je met 2 steken samen haken. Dan heb je 48 vaste in totaal. En ronde 20 en 21 zijn weer gewoon vaste. 1 vaste in 1 steek. 2 ronden lang. Dus de eerste die krijgt van mij de steekmarkeerder weer. En nu haak ik 2 ronden lang 1 vaste in 1 steek. Dan blijf je 48 vast te houden. En dan bij ronde nummer 22 zie ik je dan weer terug. Dus 2 rondjes, 1 vaste in 1 steek. 1 ronde en 2 ronden. En dan zie ik je hier weer terug. Nou, ronde 22. Haak 1 vaste in de volgende 6 steken. Dus in de eerste. Een vaste. Dan de volgende. Het is 2, 3, 4, 5 en 6. En dan weer 2 steken samen haken. Oh, dat was mijn buik. Excuus. 6 vaste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 2 vaste samen maken. Dit doe je weer helemaal rond. Totdat je weer bij je steekmarkeren bent. En dan doe je 1 ronde gewone vaste eromheen. Dus deze ronde 6 steken en 2 samen haken. Dit was dan ronde 22, hè, met die 2 samenhaken. En je hebt nu 42 vaste. En wat ik net al zei, ronde 23. 1 ronde met 1 vaste in 1 steek. Dus zonder mindering. 1 ronde. En dan blijf je dus 42 vaste houden. Dus gewoon 1 vaste in
1 steek, 1 ronde. Zie ik je zo meteen hier weer. Nou, ronde 24. 5 vaste op een rijtje en dan 2 samenhaken. Dus dit is 1. Steek markeer dan weer terug voor het begin van de ronde. Dus 1. 2. 3. 4. 5. En dan 2 samenhaken. 1 lus. De tweede lus. En door alle 3 de lussen op je haaknaald. En als je dat dan gedaan hebt, heb je 36 vasten. Dus 5 gewone vasten. En dan 2 samenhaken. Nou, ronde 25 is weer een ronde met gewoon vasten. Dus, even kijken hoeveel, 36 vasten. Ja, 36 vasten heb je nu. En je doet 1 vaste in 1 vaste, 1 ronde. Zo, steek maar een keer weer terug. En dan 36 vasten achter elkaar. Zie ik je aan het eind van de ronde weer. En we zijn er bijna hoor, echt waar. Kijk, het begint al helemaal mooi dicht te lopen, zie je dat? Ronde 26. We doen 4 vasten achter elkaar. 1. 2. 3. En 4. En dan 2 samenhaken. 1. 2 lussen ophalen en eronder door. Dus 4 vasten achter elkaar. 1. 2. 3. En 4. En dan weer 2 samenhaken. 1 en 2. Dit doe je weer helemaal rond. En dan heb je 30 vasten over. Nou, 30 vasten hebben we. En ronde 27 gaan we nu doen. En we gaan gelijk door met minderen. Dus nu niet meer een ronde ertussen met alleen vasten. Maar we gaan gelijk door met minderen. En nu doen we 3 vasten op een rij. En dan 2 steken samenhaken. Dus dat is 1. Steek markeerde erin. 2. En 3. En dan weer 2 steken samenhaken. Dus even goed kijken. 1. En de volgende 2. Dus 3 vaste op een rij. 1. 2. En 3. En dan weer 2 steken samenhaken. Nou, doe dit tot het eind van de ronde. En dan gaan we hem vullen. Nou, ik ben aan het eind van mijn ronde. Ik heb nog 24 vasten over. Dan haal ik mijn steekmarkeer eruit en die stop ik in de lus. Mijn haaknaald eruit, steekmarkeer erin. Zo, dan kan die niet uitschieten, uittrekken. Ja, en dan heb je dit. Daar gaan we hem vullen. En je begint met de kunststofkorrels. Ik zal er even een paar in een bakje doen voordat ik alles eruit laat glippen. Je kent me, hè? Pak even een bakje erbij. Bakje met korrels.
en een lepeltje en mijn verlegen kerstkabouter in wording. Hoeveel moet er nou in? Nou, dat staat in het patroon niet beschreven. Maar ik heb het met deze geprobeerd en daar zit ongeveer een centimeter aan korrels in. En dat is alleen maar zodat als je hem neerzet, dat hij niet omvalt. Dat hij mooi blijft staan. De korrels zijn zwaarder dan de fiberveelvulling. Het is echt veel zwaarder. Dus die houdt hem mooi op zijn plek. Dan ga ik met een lepeltje, voorzichtig, korreltjes erin. Schenk ik kijk boven mijn bakje, dat als ze ernaast vallen, dat ze in mijn bakje vallen. Slim zo toch? Ah, dat mag nog wel bij. Met mijn katten en die kunststofkorrels, ik wil niet dat ze die per ongeluk opeten. Nou zit er ongeveer tot aan hier zit het gevuld met kunststofkorrels. Zo'n stukje. En als ik hem dan zo neerzet. Ja, dat blijft staan, zie je dat? Ideaal dat spul. En je hebt echt heel veel in die zak zitten, dus je kunt er nog veel meer knuffels mee vullen. Ik denk dat ze zelfs geschikt zijn als je een deurstopper wilt maken. Maar dan moet je niet zo'n klein bodempje doen, dan moet je wel meerdere korrels erin doen. Maar zelfs daar zijn ze volgens mij geschikt voor. Ik heb ze nog nooit gebruikt. Dit is echt de eerste keer. Ik vind het een hele gave kennismaking natuurlijk met die verlegen kerstkabouters. Het is mooi spul, vind ik. Erg handig. Nou, dan heb ik die dus hierin zitten. En dan moet er nu vulling in. Pluis de vulling uit. Zo, trek hem een beetje open. Dat je geen dikke klodders erin krijgt. Nou, en die stop je dan met je steekmarkeerde goed aan de buitenkant en ook je haakdraadje, zo, dat je die niet naar binnen stopt per ongeluk. En dan doe je er vulling in. Steeds beetjes tegelijk. Je moet hem niet te strak opvullen, want dan verliest hij zijn vorm. Ik trek er weer een stukje af. Een beetje openpluizen. Zo, en weer erin. Netjes erin stoppen. En ik denk dat dit al wel weer genoeg is. Zie je dat? Zat. Dus ook daar hou je weer heel veel van over. Super gaaf, want dan kun je nog veel meer ermee doen. Het is niet zo dat als je dit aanschaft, dat je maar één setje kabouters kunt maken. Echt ontzettend gaaf spul. Dan gaan we weer haken. Even mijn korrels terug in het zakje doen. Deze weer terug in de grote zak en dan zie ik je zo weer. Nou, we hebben nu alles gedaan wat in ronde 27 stond. Dan gaan we naar ronde 28. Eén vaste in de volgende twee steken en dan twee steken samenhaken en dan hou je 18 vaste over. Nu heb je hier die vulling zitten, hè? En het is heel makkelijk om daar met je haaknaald in te steken en per ongeluk die vulling mee naar buiten te trekken als je je lus ophaalt. Dat krijg je dan niet meer goed. Dus wat ik dan heel handig vind is om mijn vinger tussen de vulling en het haakwerk in te steken. Zodat de punt van mijn haaknaald tegen mijn vinger aankomt. Dus ik haak twee vaste. Dit is de eerste en daar zet ik mijn steekmarkeerder weer in terug. Zo. En dan nog één. Dit was één. Komt hier de tweede. En dan twee steken samen haken. Eén keer een lus opgehaald. Tweede keer een lus opgehaald. En door alle drie de lussen. Een beetje opschuiven je vinger er weer tussen. Twee vaste op een rijtje. 1 en 2 en dan weer 2 steken samen haken. 1 en 2. Dus als je dit nu heel de ronde zo voorzichtig doet,
hou je 18 steken over. Nou, ronde 29, 1 vaste. En dan gelijk 2 samen maken. 1 en 2 lussen ophalen. En samen maken. Dus 1 gewone vaste. En dan 2 samen maken. 1 en 2. En hou nog steeds je vinger voor die vulling, hè, dat je die niet mee kan haken. Als je dit nou gedaan hebt, hou je 12 steken over. Nou, dan heb je nog 12 steken over. Als je wil, kun je nog een beetje vulling erbij doen. En ik wil dat, want hier vind ik dat nog een beetje bij mag. Dus ik ga een plukje pakken. Die stop ik er nog bij. Nou, klein plukje vulling. Zie je dat? Kijken hoeveel erbij kan. Steek markeer er wel weer erin. Ik was hem net vergeten in de eerste steek te zetten. Dat was dom van mij. Maar goed, het is goed gekomen. Dus. Dat moet jij dan wel doen deze ronde. Hè? In de eerste steek. Gewoon omdat dat het leven net iets makkelijker maakt. Nou, een beetje vulling. Niet te veel. Hij voelt echt heel zacht nog. Je kunt hem zo in model knijpen. En dat is de bedoeling. Hij moet niet helemaal stijf en strak. Als je dat gaat doen, dan krijg je zo ja, een boef. En dat wil je niet. Je wil een lijfje voor een kabouter. Nou, de laatste ronde dan. Dan neem ik de lus weer op mijn haaknaald. En nu gaan we de hele ronde 2 steken samen haken. Zodat je 6 steken overhoudt. En nu zet ik mijn steekmarkeer er niet terug, want die gaat echt in de weg zitten. Dus ik ga gewoon 6 keer 2 steken samen maken. Met mijn vinger ervoor. 1. Zo. Dan goed opletten. Dit wordt de tweede keer. Mijn vinger voor de vulling. En dan de derde keer. Nou, dit doe je nog 3 keer, zo. Dan heb je nog 6 steken over. Nou, ik heb het 6 keer in totaal gedaan. Ik heb hier nog 6 steken en een heel klein gaatje. Dat gaan we nu wegwerken. Ik knip een draad af met een staart, zodat ik kan naaien. Dan trek ik mijn lus zo omhoog. Hopla, eruit. Dan heb je dus 1 draadje. En daar gaat je naald aan. Ik neem hem met een stomp punt. Dat vind ik prettiger om te naaien. Zo. En dan zal ik weer inzoomen. Kijk, dan heb je hier dat randje met vaste, zo rondom. Hè? Dan neem je steeds de buitenste lus van de vaste. 1 lusje. En daar steek je onderdoor. De volgende. En mocht je een steekje overslaan, is ook geen ramp, want er komt een muts op. Dat zie je dan toch niet. Dit is de vierde. Nou, kom op van. De vijfde. En hier de zesde. Zo. En nu met beleid trek je aan. Met beleid. En het gaatje gaat helemaal dicht. Zie je dat?
Slimme. Is zo handig, vind ik. Nou, staartje wegnaaien. Dat doe ik door in de steek heel dicht bij mijn staartje. Daar steek ik naar beneden. En ik kom ergens uit hiervoor. Maar wel precies midden in de steek. Dus niet door een draadje heen. Niet te strak aantrekken. Dan door diezelfde steek ga ik weer naar binnen. Maar ik kom heel ergens anders weer uit. Zodat het garen door de vulling heen komt te zitten. Nou, terug in model duwen, zo. Door hetzelfde gaatje waar je naar buiten kwam, weer naar binnen. En dan kom je weer heel ergens anders uit. Daar, zo. En dan breng je hem weer terug in model. En dan zit het draadje zit door je vulling heen geweven, door die fiberfilm. Afknippen. Beetje zo erin werken en klaar. Dit is het lijfje. Dan kunnen we de snor gaan doen. Kijk, de snor. Ik heb nu twee lijfjes. Snorretje gaan we doen. Nou, voor het snorretje pak je de Go Handmade Twist en een centimeter. Kijk, ik kan hier nog verder uitgezoomd. Ja. En een schaar. Nou, wat moet je doen? Als je naar de volgende pagina van je patroon gaat, dan staat daar, knip 6 draden van 20 centimeter twistgaren. Oké, dus 6 draden van 20 centimeter. Ik haal even een stukje af. Zo. En die pluisjes, dat is super leuk dat dat eraan zit. Hè? Dat is geen foutje. Dat is juist met zo'n snor maken. Geweldig. Staat echt heel leuk. Daar maakt het alleen maar echter mee. Ach, ruzie met mijn centimeter. Ach, stom ding. Nou, 20 centimeter. Ongeveer, hè? Hier. Dan heb ik er één. Vouw dubbel, dan heb ik er twee. Ik vouw hem weer dubbel, dan heb ik er drie. Nog een keer voor vier. Nog een keer voor vijf. En nog één keer. Voor 6. Dan knip ik mijn draadje hier af. Zo. En dan knip ik die lussen open. En ook aan de andere kant. En hier nog eentje. Dan heb ik 6 draden van 20 centimeter. En die gaan we voor de snor gebruiken. Nou, het lijfje en mijn haaknaald. Dan heb je hier de overgang van het haken in de achterste lus naar het haken in de gewone vaste. Dat is niet zo'n heel mooi stukje. Dus die hou ik als achterkant van mijn kabouter. Dit hou ik als voorkant. En dan moet je tussen de 10e en 11e toer de snor gaan maken. Nou, de 10e en 11e toer. Nou, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lijkt mij niet goed, hè? Het is echt tussen de 10e en de 11e toer vanaf dat richeltje. Daar moet je gaan tellen. En dan is dit de eerste toer. De tweede toer. De derde toer. De vierde. Vijfde, zesde, zevende, achtste, negen, tien en elf. Maar je moet tussen de 10e en 11, dus dat is hier. En dan heb je hier je vaste zitten. En om het pootje van de vaste, wacht even, nou stak ik te diep in, dat is ook niet de bedoeling. Onder het pootje van een vaste daar. Steek je haaknaald in. Zo.
precies één vaste. In de richel tussen de 10e en de 11e toer in. Eén vaste. Dan pak je één draadje van je snor. Die vouw je dubbel. En dat lusje trek je dan om die vaste heen. Zo. Totdat ze even lang zijn. Hou je die staartjes hier onderin, hou je weer gelijk. En je trekt hier aan je draadje. Zo. Zijn ze even lang? Ja. Dan knip ik het lusje door. En dan ga je naar de volgende. Kijk, de volgende. Je steekt één gaatje verder in en je gaat terug naar waar het andere snordraadje ook zit. Op de foto's bij het patroon is dat ook heel goed te zien. Daar laten ze het ook heel prachtig zien hoe of dat het moet. Ik heb mijn draadje weer dubbel gevouwen zo. En ik trek de lussen weer doorheen. Zo. Kijk, ik zitten mijn uiteindjes gelijk. Ja, zo goed als. Kijk, het is een snor, hè. Dus het komt niet op de 10e millimeter aan. Dan trek ik ze zo strak. Deze kant mag iets langer. Ja, dat is hem wel, hè. Dus draadje doorknippen. En de volgende. Weer één steek verder. Dit gaatje moet je hebben. En dan kom je uit waar het andere snordraadje al zit. Je pakt je draadje weer, je vouwt hem weer dubbel. Lus je om je haaknaald en die trek je door het gaatje. Zo ver aantrekken dat ze gelijk zitten, ook hier de onderkant even weer. Zo, kijken zijn ze even lang. Nee, dus ik trek hem nog iets verder. Zijn ze nu even lang. Ja, dat scheelt niet veel. Kijk. Ja. En het lusje weer doorknippen. Zo doe je het met alle 16 draadjes. Ik heb er nu 3 voor gedaan. En zo doe je het bij alle 6. Nou, en als je dan alle 16 draden gedaan hebt, dan heb je dit. Dan kun je, als je wil, kun je het uitborstelen. Het staat ook in het patroon, hè. Even kijken hoor, daar staat het. Ben ik een blad kwijt? Oh nee, oh, help. Ah, hier, kijk, hier staat het. Borstel eventueel het garen licht met een borstel, zodat het voller wordt. Dan krijg je meer dit pluizige effect. En anders hou je dit zoals ik het hier heb. Zo. Maar hou wel de draadjes goed vast als je gaat borstelen. Want ze zitten er dus los in, hè. Het is niet zo dat het helemaal niks kan hebben, want kijk, ik trek er wel voorzichtig aan, maar het komt er niet uit. Maar met borstelen komt er toch een andere kracht op te zitten, dus dan zou ik wel die draadjes allemaal vasthouden. Nou, als je wil kun je nu een schaar pakken en dan de snor in model knippen of gewoon zo lekker laten hangen. En dan gaan we het neusje haken. Is ook zo gedaan hoor. Wel een gepriegel, maar zo gedaan. Nou, we hebben dus het lijfje met het snorretje klaar. En dan pak ik mijn hobby rainbow in de huidkleur erbij. En daar gaan we de neus mee maken. Dus ik trek weer een stukje uit het midden. Dat gaat echt super makkelijk. En we beginnen weer met een magische ring. Ik heb een steekmarkeerder neergelegd. Maar ik weet nog niet zeker of dat ik dit ga gebruiken. Want het is een heel klein piepklein neusje. Dus die steekmarkeerder die zal waarschijnlijk in de weg gaan zitten. Maar je begint dus weer met een magische ring. Dat is meestal zo bij amigurumi, als je zoiets maakt, een magische ring. En dan gelijk weer
een losse erop. Zo, en dan zo. En dan begin je met 5 vaste in die ring. 1, 2, 3, 4 en 5. Zo. Dan hou je je steken weer vast en je trekt voorzichtig aan het staartje. Zo. Dan sluit het ringetje zich. Zo. En dan zo. En dan zoek je de eerste vaste. En iedere vaste die gaat 2 vaste krijgen. Dus dan kom je op 10 uit. 1, 2, 3, 4, 5. Daar zit mijn eerste. Dus daar ga ik insteken. En ik haak gelijk weer over mijn staartje heen. Zo. Hier komen er 2 in. En dan tel ik tot ik bij 10 ben, want dan hoef ik dus op dit kleine cirkeltje die steekmarkeerder niet te gebruiken. Dus dit is 1 en in dezelfde komt 2. In de volgende komen 3 en 4. 3 en 4. Even wat garen erbij pakken, zo. In de volgende komen 5 en 6. Dus deze moet je dan echt tellen, of je moet die steekmarkeerder in je eerste zetten. Maar dit is 5 en 6 in dezelfde steek. In de volgende komen 7 en 8. 7 en 8. En nog steeds over mijn staartje heen hakend, in de volgende komen 9 en 10. 9 en 10. Dan heb je dus 10 vaste in totaal. Nou, dan ronde 3. Nu haken we in totaal 15 steken. En ik zet nu wel mijn steekmarkeerder even in de laatste. Nee, weet je wat? Ik doe hem in de eerste. Net als steeds. We haken nu 1 gewone vaste en in de volgende 2 vaste. Dus nu in de volgende 1 vaste. Dat is de eerste van ronde 3. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in. En dan in de volgende komen 2. Dus even goed kijken. Eén en 2. En dat is de herhaling. Je doet in de volgende weer 1 en in de volgende doe je er 2. 1 en 2. Nou, als je dit blijft herhalen, 1 in de volgende, 2 in die erna, 1 in de volgende, 2 in die erna, dan eindig je met 2 vaste in de steek voor je steekmarkeerder en dan heb je in totaal 15 vaste. Nou, ronde 4 alweer. Ik heb nou genoeg over mijn staartje heen gehaakt, dus die laat ik hangen, die kan ik straks gewoon afknippen. En ronde 4 zijn gewoon 1 vaste in 1 steek. Dus dit is de eerste en daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. En nu een hele ronde 1 vaste in 1 steek. Dat zijn er dus 15. Ja, 1 vaste in 1 steek, de hele ronde en dan heb je 15 vaste gedaan. Nou, en dan ben je alweer bij de laatste ronde. Ik haal mijn steekmarkeerder eruit.
En ik ga ronde 5 haken. Nou, ik ben dit dus aan het filmen terwijl ik aan het videochatten ben met mijn team. Ik zal jullie even laten zien wat er allemaal gebeurt. Kijk, daar zitten ze dus, hè. Mike is nu aan het zwaaien. Kun je het horen wat ze allemaal zeggen? Kijk, ik zal het iets dichterbij halen. Oh jee. Nou, en zo moet ik dan dus filmen, hè? Dat wordt hem niet. Maar goed, ik doe mijn best. Het is echt een bende ellende, dat team van mij. Maar ze zijn zo lief. Echt zo lief. Ze hebben de geest van allemaal. Zeg, echt niet. Kijk, zie je mijn camera ook in beeld? Het is ook wel grappig natuurlijk. Mike, laat je dekens zien. Ja, dat doe ik toch? Ja, nee, je ziet alleen maar franjes. Laat je deken even zien. Kijk, gewoon tijdens de tutorial. Is hij mooi? Mooi, hè? Nou, gaan we nu weer verder met de tutorial, hoor. Want het is geen vlog, hè? Het is een tutorial. Doeg! Doeg, jongens! Nou, zo, dat is dus mijn team, hè? Hartstikke leuk, joh. Ze storen als een gek, maar ze zijn zo lief. Goed, ik had de steekmarkeerder in de eerste steek, die had ik eruit gehaald, hè? Ronde 5 is de laatste ronde van het neusje. En we gaan 1 gewone vaste doen. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. Want dan weet ik, daar is het begin van de ronde. En zo. En de volgende 2, die haak je samen. Dus in de eerste een lus ophalen. In de volgende een lus ophalen. En dan door alle 3 de lussen op je haaknaald. En dat is de herhaling voor deze ronde. 1 gewone vaste. En de volgende 2 samenhaken. En je ziet gelijk het neusje ontstaan. Het is echt ontzettend grappig. Echt waar. Dit doe je de hele ronde. 1 gewone vaste. 2 samenhaken. En dan zie ik je hier aan het eind weer. Nou, ik ben dus helemaal rond. Ik ben geëindigd met 2 steken samenhaken. Dan haal ik mijn steekmarkeerder er weer uit. Zo. En dan doe ik in die steek een halve vaste. Zo. En dan knip je je draad af, maar met een behoorlijke staart, want daarmee naai je hem vast boven het snorretje. Zo. Ik doe het nog 1 keer doorhalen, die hele lange staart aantrekken. Hier is mijn beginstaartje zo, aantrekken. Dit staartje kun je of wegknippen of er gewoon instoppen. Ik pak even een klein plukje vulling. Ik pak een klein hoopje vulling en dan kom ik bij je terug. Niet voordat ik heb gemeld dat Mike zijn eigen tutorial kanaal heeft. Hij wou wel in beeld, wat ik net liet zien, op voorwaarde dat ik zijn kanaal noem. Dus dat doe ik bij deze. Mike heeft zijn eigen kanaal, Mike's Creatieve Wereld. En daar kun je hele leuke, geweldige, leerzame video's vinden. Ga maar kijken op YouTube. Nou, ik heb dus echt een piepklein plukje. Echt ongelooflijk. Maar het is maar net dat er een beetje vulling in het neusje zit, dat hij niet plat gedrukt wordt. Lukt dat niet om met je vinger te doen, gebruik dan de achterkant van je haaknaald. Of een schaar of zo met een puntje. Kijk, zo. Puntje van een schaar. Kun je het zo voorzichtig mee instoppen. Zo. En je ziet, er kan maar echt een heel klein plukje in. Dit is zelfs eigenlijk al te veel. Dus ik haal er iets af. Zo. Klein plukje eraf. Zo. Kijk, nu zit hij erin. Zo, nog een beetje aanduwen. Zo kun je dat dus doen. En er hoeft echt maar een klein beetje in. Zo.
En dan doe je de naald aan je draad. En dan naai je hem hier boven het neusje vast. Boven het snorretje zo. Zo. Ik ga jullie niet vervelen met mijn naaikunsten. Ten eerste kan ik dat niet goed. En ten tweede, ik moet dat echt onder mijn neus doen. Want zo voor de camera zie ik het echt niet. Maar het is de bedoeling dus dat hij zo boven de snor vastgenaaid wordt. Netjes met dit draadje. En dan zo met steekjes hieraan vastnaaien. Als dat bij mij gedaan is, kom ik bij je terug. En dan gaan we de muts haken. En dan is je verlegen kerstkabouter klaar. Nou, gelukt. Hij zit erop. Zie je? Niet zo heel netjes. Maar hier komt toch het mutsje dan zo meteen overheen. En dan zie je daar helemaal niks van. Zo. Kijk. Zo staat hij. Ga ik nu het garen erbij pakken voor het mutsje. Nou, ik heb mijn bol rood erbij gepakt. Kijk hier, met zo'n easy start. Ze hebben ze trouwens allemaal, hè? Hartstikke gaaf. En we gaan het mutsje haken. Ik zal deze er even afhalen. We beginnen hier in de punt. En dan gaan we langzaam meerderend naar beneden. Dus we beginnen met heel klein gepriegel. En dan op een gegeven moment gaat het een stuk makkelijker. Want dan kun je er veel makkelijker bij met je haaksteken en zo. Dus even priegelen. En dan komt het makkelijke gedeelte. Nou, omdat het dus echt een gepriegel wordt, heb ik weer ingezoomd. En we beginnen weer met een magische cirkel. Een magische ring. Een magic loop. Hoe wil je hem noemen? Gelijk een losse gemaakt. En zo. En dan haak je 6 vaste in de ring. Net als net bij het neusje. 6 stuks. 1. Wel goed insteken. 2. 3. 4. 5 en de laatste, 6. Nou, trek weer aan het staartje, zodat het cirkeltje zich sluit. Steken goed vasthouden, dat ze niet gaan draaien. En dan echt het cirkeltje zo klein mogelijk maken. Goed aantrekken. Dan haak je nu 6 vaste. Eentje in iedere steek. Nou, de eerste zoeken, dat had je net ook al gezien, hè? Ik tel altijd achteruit. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. Hier is dus mijn eerste. En ik haak weer over mijn staartje heen. Dit is 1. En ik gebruik in deze ronde nog geen steekmarkeerder. Gewoon omdat het zo'n gepriegel is. Ik tel tot 6. Dit is 1. De volgende. Nee, is dit de volgende? Even wat dichter onder mijn neus houden. Deze zit hierin. Hier is de volgende. Twee. Drie. Vier. Vijf. En de laatste, 6. En je ziet dat die steken staan naar binnen op dit moment. Laat dat maar even zo. Straks als je wat meer hoogte hebt, dan kun je hem wel binnenstebuiten gaan draaien. Dan gaan we naar ronde 3. 1 vaste en dan 2 in de volgende. Dus 1 vaste in de volgende steek. 1. En daar zet ik wel mijn steekmarkeerder nu in terug. Even pakken, zo. Dit is de eerste, daar zet ik hem in terug.
En dan 2 in de volgende. Even goed kijken. Hier. Onder 2 lusjes door. Zo. Hier 2 in. Dit is 1. En nog 1 erbij. 2. En dat is de herhaling voor deze ronde. 1 in de volgende. 2 in die NA. En dan eindig je met 9 vaste. Nou, ik heb het even overnieuw moeten doen, want ik had dus geen 9 steken. Ik had iets fout gedaan. Opnieuw, en nu klopt het wel. En nu heb je een kommetje met de verkeerde kant naar buiten. Dan is het veel handiger als je hem dan nu zo binnenste buiten gaat draaien. Buitenste binnen. Zo. Dat lukt nu. En dan kun je veel makkelijker bij je steken. Zo. Ja, dan heb je dit. Het puntje van het mutsje. Dit is de bovenkant. Gaan we naar de volgende ronde. En dan krijgt iedere steek 1 vaste. Dus je haakt 9 vaste. Dit is de eerste. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. En dan haak je 9 vaste op een rijtje. Dus niet meerdere, gewoon zo laten. Steekmarkeerder in die eerste. En dan 9 vaste achter elkaar. Dit is 2. 3. Nou ja, tot je rond bent en dan heb je de 9. Nou, het klopt weer. Ik hoef niet nog een keer opnieuw te doen. En nu heb ik zat over mijn staartje heen gehangen, dus die knip ik kort af. Zo, kan weg. Gebeurt niks meer mee. En dan gaan we aan ronde 5 beginnen. Steekmarkeer het er even weer uit. Ronde 5. Je haakt 2 vaste. Achter elkaar. Dit is 1. En daar zet ik mijn steekmarkeerder in terug. De volgende komt. Nummer 2. En de steek erna doe je 2 vaste in. Dus een meerdering. En 2. Dan weer 2 achter elkaar. 1. 2. En dan weer 2 in 1 steek. En dan eindig je met 12 vaste in totaal. Nou, doe dit nog 1 keer en dan ben je bij je steekmarkeerder. Ronde 6 is weer makkelijk. 1 vaste in 1 steek. Dus je blijft 12 vaste houden. Dit is de eerste. Steekmarkeerder daarin terug. En dan iedere steek 1 vaste. En dan kun je tijdens het haken misschien al je steken tellen. Dat is net zo makkelijk. Dit is 1. En 2, 3, 4. Nou ja, als het goed is, eindig je met 12 in de steek voor je steekmarkeerder. Ik heb een vingermutsje. Ronde 7.
één vaste in de volgende 3 steken en dan de meerdering. Dus. Dit is de eerste weer. Eén. Twee. En 3. En dan 2 in de volgende. En ook dat doe je weer de hele rij. En dan eindig je met 15 vaste. Dus 3 op een rij en dan 2 in 1 steek. Nou, ronde 8 is weer lekker makkelijk. 1 vaste in 1 steek. En je krijgt steeds meer ruimte om je haakwerk ook echt goed vast te houden. Dus het gepriegel, wat mij betreft, is dat nu wel voorbij, gelukkig. En zo. 15 vaste. 1 in 1 steek. Helemaal rond. Dus, tot zo weer, hè, want dit gaat snel genoeg. 1 steek. In 1, helemaal rond. Nou, ronde 9, we gaan weer minder. Meerdere, we gaan helemaal niet minderen in die muts, we gaan alleen maar meerdere. 4 vaste op een rij. Dit is de eerste. 2. En het is misschien een gedoe om steeds die steekmarkeerder terug te zetten, maar echt, het is de moeite waard, vind ik. Want de tel ben je zo kwijt en dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen. Dus ik neem die moeite. Dit is 1. En 2. En 3. En 4. En dan weer 2 in 1 steek. Dus 1. En in dezelfde, de 2e. En dat doe je weer helemaal rond. 4 op een rij. En dan 2 in 1 steek. En dan eindig je met 18 vaste in totaal. Ronde 10. 18 vaste. Dus 1 vaste in 1 steek. Steek markeren terug en dan 1 vaste in 1 steek helemaal rond voor ronde nummer 10. En dan heb je dus nog steeds 18 vaste. Ronde 11. We gaan 5 vaste achter elkaar doen en dan weer een meerdering. 1. Twee. Drie. Vier. Vijf. En dan 2 in 1 steek. 1. En 2. Nou, doe dit weer helemaal rond. En dan heb je 21 vaste. En ja, je raadt het al. Ronde 12, 1 vaste in 1 steek. 21 vaste. Het patroon is dus geschreven, hè? Die kun je downloaden bij Hobby. De link daar naartoe zet ik hieronder in de beschrijving. En daar staat dan ook precies welk garen je ervoor bij kunt kopen. Dat is allemaal heel kant-en-klaar. Super, super handig. Dan heb je het garen en de vulling en de korrels die onder in het lijfje zitten. Dat staat daar allemaal bij elkaar verzameld. Het patroon kun je downloaden. Gewoon gratis.
Voor degene die liever alleen het geschreven patroon hebben, dat kan. En als je zegt, ik haak graag met Von mee, download dan het patroon, lees mee en haak mee. En dan leer je gelijk patroon lezen. Super handig, toch? Dus één vaste in één steek voor ronde nummer 12. Ronde nummer 13. Eén vaste in de volgende 6 steken en dan 2 in de volgende steek. En dan kom je uit op 24 vaste. Dit is de eerste. Eén. Twee. Drie. Zei ik nou ronde 12 of ronde 13? We zijn bij ronde 13 in ieder geval. Dit is 3. 4. 5. 6. En dan 2 in 1 steek. Je meerdering. 6 vaste achter elkaar. En dan 2 in 1 steek. En dan kom je uit op 24 vaste. Ronde 14 is weer 1 vaste in 1 steek. Dus niet meerdere. En dan blijf je nog 24 vaste houden. Je meerdert niet, dus het blijft hetzelfde aantal. 1 vaste in 1 steek voor de hele ronde. Het gaat steeds makkelijker, hè? Je priegelt, ik priegel, steeds minder. Zo. 1 vaste in 1 steek, helemaal rond. Nou, ronde 15 alweer. 1 vaste in de volgende 7 steken. Of niet? Ja, volgende 7 steken. Dus dit is de eerste. 2, 3, 4, 5, 6 en 7 en in de volgende weer 2. 1 en 2. Als je dit weer helemaal rond doet, heb je 27 vaste. Nu, ronde 16 is weer 1 vaste in 1 steek. Dus geen meerdringen. 1 vaste in het rond. Nou ja, 1 vaste in 1 steek. En dat helemaal rond. En dan hou je die 27 vaste. Dus gewoon rond. 1 vaste in 1 steek. En dan zie ik je aan het eind weer. Voor ronde 17, 1 vaste in de volgende 8 steken. En dan 2 in de volgende. Dus 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 en dan 2 in de volgende. 1 en 2. En als je dit dan helemaal rond doet, heb je 30 vaste gehaakt. En dan zijn we alweer bij ronde 18. En ja, ronde 18 is weer een ronde zonder meerdringen. Dus 1 vaste in 1 steek, zodat je nog steeds 30 vaste hebt. Dus 1 vaste in iedere steek,
helemaal rond. En dan zie ik je aan het eind weer. Helemaal rond. Nou, ronde 19. Nee, we gaan nu niet één vaste in de volgende 9 steken doen. Maar we gaan één vaste in de volgende 4 steken doen. En dan 2 in DNA. En dan kom je uit op 36 steken. Dus 4 gewone vasten op een rij. En als je mijn maag hoort rommelen. Ik heb net een beker warme chocomel op. Heerlijk. En volgens mij is een kat nu de laatste restjes aan het jatten. Ja, zie je wel. Kijk hier. Ik zet hem even hier en ik kan hem in de gaten houden. Dit is de eerste. Nee, flip toe. Dat was de eerste. Het is wel een chaotische tutorial geworden. Maar 2. Drie. En de volgende is 4. En dan 2 vaste in de volgende. Dus 4 vaste op een rijtje. En dan 2 in 1 steek. Je meerdering. Dan kom je uit op 36 vaste. 4 op een rij. 1, 2, 3, 4. En dan 1, 2 in 1 steek. Nou, helemaal rond. En nu gaan we 2 ronden doen zonder meerderingen. Ronde 20 en 21 is gewoon 1 vaste in 1 steek. Dus helemaal rond, nog een keer rond en dan zie ik je weer terug. Hè? Dan gaan we een ronde 22 doen. Maar nu 2 ronden, 1 vaste in 1 steek. Nou, ronde 22. 1 vaste in de volgende 5 steken. Dus dit is weer de eerste. Dit was 1. En dan 2. 3, 4 en 5 en dan 2 vaste in 1 steek. 1 en 2. 5 achter elkaar en dan 2 in 1 steek. De hele ronde. In deze ronde heb je nu dus 42 steken. 42. En nu gaan we weer 2 ronden doen zonder meerderingen. Dus gewoon 1 vaste in 1 steek. Ronde 23 en ronde 24. Even goed kijken of ik de goede steek heb. Hier, steekmarkeerde terug. Zo, en dan 2 rondes van 42 steken. Niet meerdere, 1 vaste in 1 steek. 2 rondes lang. 1 keer rond, 2 keer rond en dan zie ik je weer terug. Nou, in ronde 25 gaan we er 48 vaste van maken. Je haakt 1 vaste in de volgende 6 steken. Dus 1. 2, 3, 4, 5 en 6 en dan in de volgende weer je meerdering. Dus
2 vaste in 1 steek. 6 op een rij en dan 2 in 1 steek. Helemaal rond en dan kom je uit op 48 vaste. Nou, en dan ronde 26 en 27 zijn weer 1 vaste in 1 steek. Dus je blijft 48 vaste houden. 1 vaste in 1 steek, 2 rondes lang. Ronde 26 en ronde 27. Zo, die weer in terug. En dan ga ik weer 2 ronden haken met 1 vaste in 1 steek. Het is echt als je dat gepriegel van het begin van het mutsje voorbij bent, dan daarna is het gewoon echt super leuk om te haken. Het gaat best wel snel, ondanks dat je met dun garen en een dunne haaknaald aan het haken bent. Het garen is gewoon, ja, ik vind het geweldig fijne garen. Het is glad, maar niet te glad dat het van je haaknaald afgaat. En zelfs ik, met mijn slechte zicht, ik kan echt hier goed mee haken. Zie je? Gaat gewoon goed. Echt. Ik vind hem geweldig. Dus 2 ronden en dan zie ik je weer terug. Ronde 28. 1 vaste in de volgende 7 steken. 2 vaste in de volgende steek. Dus, dit is de eerste. Dit is 2. Drie. En 4. Vijf, zes, zeven en in de volgende dan 2. 1 en nog 1 erbij, 2. Dus 7 achter elkaar en dan 2 in 1 steek. En dan kom je uit op 54 steken. Nou, ronde 29 tot en met 32 zijn gewoon ronden met vaste. Niet meerdere, 54 vaste. Dus ronde 29, 30, 31 en 32. 4 ronden, niet meerdere. 1 vaste in 1 steek. En dan zijn we er bijna. Als je die gehad hebt, dan zijn we er bijna. Neem wel steeds je steekmarkeer ermee dat je die iedere keer terugzet in de eerste steek van de ronde. Zoals je eigenlijk de hele tijd al doet. En haak gewoon 4 ronden met 54 vaste. Dan zie ik je over 4 ronden terug. Dus 1 vaste in 1 steek. 4 rondes lang. 4 rondes. Dus, zie ik je daar weer terug? Nou, als je die 4 ronden gedaan hebt, nog maar 3 ronden, dan is het klaar. 1 ronde met meerdringen, die gaan we nu eerst doen. Haak 1 vaste in de volgende 8 steken. Dus dit is de eerste. En dan nog 7 erbij. Dit is dan 1 en dan die 7 erbij, dat wordt 8. Dit is 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. En dan 2 in 1 steek.
1 en nog 1 erbij. Dus 8 op een rij en dan 2 in 1 steek. En als je dat gedaan hebt helemaal rondom, kom je uit op 60 steken. Oké, de laatste 2 ronden. Haak vaste. 60 stuks. Dus nu 2 ronden lang zonder meerdere. 1 vaste in 1 steek. Ronde 34 en 35. En dat zijn de laatste 2 ronden. Dus als je die gedaan hebt, dan, of als ik die gedaan heb, dan kom ik weer bij je terug. En dan gaan we het kaboutertje echt helemaal afmaken. Dan krijgt hij zijn muts op. En dan is het klaar. Dus 2 ronden, 1 vaste in 1 steek. En dan zie je me nog een keer terug. Dus tot zo. Nou, de laatste vaste van ronde nummer 35 heb ik gehaakt. Ik ga nu niet sluiten met een halve vaste. Maar ik knip mijn draad af met een staartje, zodat ik hem makkelijk kan wegnaaien. Zo, en ik trek mijn draad eruit. Zo. Vind ik mooi. Het staat in het patroon niet beschreven hoe je dat moet doen. Ik laat jullie gewoon zien hoe of dat ik het doe. En misschien heb jij wel een andere manier die jij mooier vindt. Is ook goed, hè? Zo, draad erop en dan zoom ik een beetje in. Zo. Hier komt hij uit. Dit is de eerstvolgende steek. Die sla ik over. Ik ga naar de steken na onder 2 lussen door. En ik trek mijn draad aan. Niet te strak. Want als ik nu terug ga in die steek waar het draadje al uitkwam. Hier. En ik ga naar beneden. En dan neem ik graag het zijlusje van die vaste mee. Dus dan moet ik even goed kijken. Want het is allemaal klein, hè? Dan moet ik even goed opletten. In die V die ik net liet zien, hier steek ik in. En dan ook in het lusje hier. Zo, zit het net iets steviger. Draad erdoor halen. Niet te strak aantrekken, maar wel een beetje, zodat de ronde zich sluit. En dan heb je een nieuwe V erbij gemaakt. Zo. En nu ga ik mijn draadje wegnaaien. Ah, dat ga ik niet laten zien. Ik ga dat gewoon even gauw doen. Draadje wegnaaien. En dan zijn de kabouters klaar. Dus woehoe! Nou, dit was de eerste. En nu neem ik dit stukje waar ik geëindigd ben, wat een beetje krommig loopt. Die zet ik achter op het hoofdje. Zo. Een beetje over zijn hoofd heen trekken. Dat die onder netjes zo op de bodem staat en hier tot op zijn neusje komt. Oh, ik vind ze zo leuk. Echt, echt ongelooflijk leuk. Ik ben Hobby heel dankbaar dat ik deze als tutorial mocht filmen, want zo ongelooflijk leuk. En dan heb ik die haartjes, die snorhaartjes, niet eens uitgeborsteld, maar gewoon zo laten zitten. Kijk, en ze zitten alleen maar door een steek gehaald, hè? Dus kijk, het blijft wel zitten door de kronkels in het garen. Maar ik zou het niet als knuffel aan een klein kindje geven. Dat zou ik niet doen. Of je moet deze draadjes echt vast gaan naaien, die snordraadjes. Dan kan het weer wel. Maar zoals hij nu is, zou ik hem niet als knuffeltje geven, als knuffelkabouter. Maar gewoon voor de sier neerzetten. Nou, als je dan helemaal aan het eind van het patroon kijkt, bij mij pagina 6, dan staat er nog veel haakplezier. Lieve groeten, hobby.nl. Nou, haakplezier heb ik er zeker aan gehad. Het patroon, mijn review daarover is dat het gewicht aan garen, dat klopte niet helemaal. Want het mutsje, dat woog maar 10 gram. Dus van dat donkerrood, deze, en het lichtgrijs, daar heb je 10 gram voor nodig. Van het donkergrijs 15 gram, dat klopte wel.
Nou, de huidkleur voor de neus, 2 gram. Nou, daar ga ik gewoon vanuit dat dat klopt. En ook het aantal meters van de twist. Twist natuur, 2,4 meter. Ook die klopt. Dan het patroon zelf. Ik vind het super gaaf en goed geschreven. Per regel, dus heel handig om bij te houden waar je gebleven bent. Je zet gewoon stippies. Hartstikke handig. Waar nodig, goede foto's. Dus zo wordt het lijfje. Hartstikke goed. Hoe knip je de draadjes? Hoe maak je ze vast? Staat allemaal keurig beschreven. Echt heel, heel goed. Dan het neusje gehaakt. En waar je hem moet naaien. Hartstikke goed. En dan krijg je de muts ook weer keurig netjes per ronde op een rijtje gezet. En op het eind dan veel haakplezier en lieve groeten van hobby.nl. Ik vind het fantastisch. Echt waar. Ik ben echt helemaal om. Het is zo'n verslavend patroon. Wacht even. Ik ga even iets pakken. Kijk, heel stiekempjes verstopt. Wringt hij zich ertussen. Ik heb deze nog even gauw gemaakt. Ik vond het zo leuk. En dit heb ik met heel ander garen gedaan. Die cakes van de Action. Vintage heette ze. Is ook gemêleerd. Zit gemêleerd zo op de bol. Dus het kleurverloop krijg je daarvan vanzelf. Hoef je niks aan te doen. Ik heb voor de neus en de snor hetzelfde garen gebruikt. Enige vind ik, dit haakje met een dikkere haaknaald, waardoor hij groter wordt. Hè? Kijk, als ik hem ernaast hou, je ziet het zo al. Hij is een stukje groter. Maar ik vind ze minder mooi. Dit strakke met een kleine haaknaald, het is een gepruts. Ik moet het echt onder mijn neus houden, maar het is de moeite waard. Ik vind dit veel leuker. Ik ga er nog een paar maken. Ik heb nog garen genoeg uit dat pakket. Dus ik wens jullie een verlegen kerstkabouter. Gaat vast en zeker lukken. Jongens, en ja, dankjewel Hobby dat ik die tutorial van jullie heb mogen maken. Met dat super gave patroon hier. Zo kun je hem vinden. Zo ziet het eruit. De linkernaar, die staat hier onderin. Hè? En ja, ik zet deze voor test. Die zet ik weer even gauw opzij. Want deze vind ik het allerleukste. Ik zie jullie graag terug bij een volgende tutorial. Fijne kerstdagen!